Hij doet het. Goedemiddag, het is vandaag maandag en welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Ik ben eigenlijk nu al een paar uur aan het proberen om een vlog online te zetten. Maar hij wil niet, heel gedoe. Hij zegt dit omdat mijn laptop leeg is. Ja, dus ik ga wat dingen proberen te verwijderen. Want ik had hem heel snel al afgeëdit. Maar ja, ik heb net dingen gescheten, dus ik heb... Nee, ik heb net de propedeuse-coördinator van MIC gebeld. En die zei dat ik een mailtje moest sturen. Dit gaat nog steeds over dat ik wil studeren. En hij zei, ik geef je een kleine kans, maar je kan het proberen. Dus ik heb mijn verhaal eventjes aan hem verteld. Morgen gaat hij dan ongeveer reageren, zei hij. Dus ik ben echt super benieuwd. Hoorde je dat? Ik hoop dat ik alsnog word aangenomen. Dat is echt fucking ziek. Ik ga nu even de vaatwasser doen. En dan ga ik even kijken wat ik dan precies ga doen. Want ik wil misschien nog sporten. Maar dat weet ik niet zeker. Mijn video als hij zit uploaden. En dat is echt heel irritant. Er zitten al mijn haren op mijn shirtje. Dus ik moet even met zo'n plakroller langs gaan. Dan eet ik even wat. Godver, ik heb een sop met gat erin. Maar dan eet ik even wat en dan ga ik naar Health Center sporten. Het is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren niet super veel meer gevlogd. Ik heb wel super veel spierpijn van mijn nieuwe benenschema van gisteren. Ik ga me even klaarmaken, want ik moet zo meteen naar de preventieassistent van een tandarts. Want ik heb heel snel last van tandstenen en tandplakken en zo. En eigenlijk moet ik elke dag... Eigenlijk moet ik elke dag met zulke ragertjes tussen mijn tanden. Maar ik vergeet dat gewoon. En als ik dus dan nu naar de preventie ga, dan doet het super veel pijn. Dus daar heb ik niet zoveel zin in. Maar ja, het moet wel weer gebeuren. Tenminste, ik denk dat ik preventie heb. Het kan ook zijn dat ik gewoon tandarts heb. Maar ik moet ook even mijn haar borstelen. Het is nog niet helemaal uitgeklit. Vandaag hebben we de première van Jurassic World Fallen Kingdom. Dus dat is super leuk. Dus ik ga denk als ik terugkom van de tandarts nog heel even chillen. Misschien mijn kamer nog een beetje opruimen. Dan ga ik lekker nagels lakken, haar krullen en klaarmaken voor vandaag. Ik heb er super veel zin in, want ik ga gewoon lekker met Stef en we gaan lekker ergens onderweg eten. Ik heb niks moeilijks aan, dus dat is ook wel fijn. En het is gewoon een film die wij allebei echt super leuk vinden. Dus. Ik ben terug van de tandarts en het heeft zoveel pijn. Oh my god. Ik heb net koffie laten vallen op de grond. En over het kleed heb ik net schoongemaakt. Nu ben ik even bij geslapen voor vanavond. Ik heb hem opgemaakt en we zijn klaar voor de première. Ik heb dit aan. Coquette. Het tasje wat meegaat is ook van Coquette. Ik heb mijn fila's aan. Hij zijn vreedzakjes. Zijn er. Maar je ziet het niet heel veel dus. Het theater van het ziek is echt heel groot. Thank you.
hou maar op. Ik stap echt letterlijk net uit mijn bed. Het is vandaag woensdag en de première van Jurassic World was echt super. Tenminste, de film sowieso was echt super vet. Ik pak nu even, wil even een broekje pakken om aan te doen. De reden waarom ik niet heel erg veel heb gevlogd daar is omdat ik had zeg maar... Ik kwam al mensen tegen en toen gingen we over de rode loper. En ik dacht, hey, dit ga ik niet vloggen, want ik word toch niet op de foto gezet. Want ik word nooit, zeg maar, je wordt niet heel vaak, niet altijd herkend door pers. Tenminste, de eerste keer dat ik naar de première ging, werd ik niet echt herkend. En bij 50 Shades ook niet echt. Maar vorige keer bij 100% NL wordt voelt wel, dus je weet het niet echt. En het grappige is dat ik wel vet veel op de foto werd gezet door alle fotografen. En op dat moment stond ik daar, ik dacht, fuck, dit had Stef even moeten filmen ofzo. En verder mag je daar natuurlijk tijdens de film niet heel veel filmen. Niks eigenlijk, maar wat een film. Hij was echt heel ziek. Echt zo tof. Nu ga ik even naar beneden. En even ontbijten. Ik heb me even omgekleed, want ik moet zo even met Tibby. Weer naar de dierenarts om te checken hoe het nu met hem gaat. Hij had trouwens... is hij wel scherp? Nee? Oh ja, nu wel. Ze hadden meer gedaan dan alleen zijn tandenpoetsen. Ze hadden zijn kaak geopereerd. Hij kwam zo terug en zei papa, ja, ze hebben zijn kaak geopereerd. Ik dacht, oké. Maar ja, dus ik ga zo eventjes mee. Het staat super lekker weer, dus daarna ga ik even in de tuin zitten. Ik twijfel even of ik vandaag een video ga opnemen, want ik post wel eens op een donderdag een extra video. Maar ik weet niet zo goed of ik dat deze donderdag ook ga doen. Want ik moet weer even inspiratie op doen, dus ik denk dat ik vooral even lekker in de tuin ga liggen, uitrusten. Ja. Ik weet ook echt niet wat ik nu opeens zou moeten opnemen. We zijn terug van de dierenarts. We hebben een uur daar gewacht, letterlijk. Normaal. Ik ga nu even mijn bed afhalen. En nog wat opruimen boven. En dan ga ik lekker in de zon zitten. Het is nu 3 uur en om 5 uur heb ik beloofd om te gaan sporten met Stef. Ik heb mijn kamer opgeruimd. Of nee, ik heb spullen die omheen lagen opgeruimd. Ik heb nu even mijn bikini aangedaan. En het is super lekker weer, dus ik ga even in de zon liggen. Mag je dit? Kijk even mijn buikje. Mag het? Ja hoor. Want dan kan ik even aan de wereld weten van, yo. Ik praat nog met haar. Huh? Heet jij niet meer Julia van Bergen? Nee. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en vandaag heb ik dansen en ik ga naar het strand. Bij dansles neem ik denk ik met mijn camera mee,
ik had ook dan onthouden om te filmen. Bij naar het strand gaan denk ik niet. Puur omdat daar gewoon zand is. En ik heb al een keer eerder gehad dat er zand in zo tussen mijn lens en dat lenzen ja, schuifje ging, zeg maar. Dat je lens dicht gaat. En dan zet ik die nog een keer. Ja, dat is gewoon even simpel gezegd. Maar ik wil gewoon niet dat mijn camera kapot gaat. Because it's a little bit expensive. Wij gaan naar het strand. Moet je zo ook op het strand filmen, hè? Zou ik hem meenemen? Want ik ben bang dat hier de zand in komt. Dat is eerder gebeurd. Heb je een douche of zo? Ja. Want het is nu weer gewoon zo, net als je vlog, dat je zou zeggen, wij gaan naar het strand. En vervolgens, we zijn weer terug van het strand. Terwijl, op het strand is het leukst om te filmen en te kijken, toch? Ja, dat is waar. Zou ik even kijken of ik het hoesje kan vinden dan? Huh? Pak even het hoesje. Geen idee, ben ik echt. Ik krijg een mediales van Stefan, zoals jullie merken. Ik denk dat hij ergens... Ah. Kijk, er is een bruiloft. Zelf een bruiloft. Daar is een bruiloft aan de gang. Daar. En hier is Stefan. En wij gaan... We liggen op het strand. Zullen we zo zwemmen? Nee. Oké dan. Lekker hoor. En ik zit weer bij de Luxe met Stefan. De volgende moet je zo houden, dat is leuk. Hey, en overnieuw. En ik zit en weer ik bij de Luxe met Stefan. Ja, dat is een dompje. Dat is een ja. We hebben Nuts is Jules. En. Jezus. Zoveel kaas. En gemengde garnituur. Ja. Ja. Genieten van avond. Jullie een lekker ontbijtje maken. Lenteltepels, maar het is wel mijn eigen recept. Niet van in de plek. Omdat ze anders zijn. Nee. Pam. Pam. Welke slag dan? Zit er wat in vast. Kom hierna. Ik ga naar Francis Nail Studio, Nail Salon. Even een jasje aan van Amy's Nail Studio. Het regent, dus ik denk dat ik even mijn paraplu of zo ga fietsen. Dit is echt te cute. Stef gaat even mee. Dit is echt een favoriet. Ik heb hem nou afgelopen dagen al een paar keer gelakt hoor. Ja? Ja. Nu zit je ook wel onder het helder blauw daglicht, hè, waardoor het allemaal veel feller lijkt dan dat het eigenlijk is. Mm-hmm. Kijk ik even wat ik heb. Da-da-da-da. Ze is scherp. Ze is scherp? Ja. Nog? Ik heb gesport en ik heb borst en tricep getraind en ik heb nu eventjes mijn pyjama aan, terwijl ik vanavond nog uit ga. Ja. Hallo! Ik heb dit aan. Oh, je ziet het niet. Dit. Een shirtje en een flarebroek. En ik zit ondertussen in Nicolas te kijken. Mijn haar is best wel in goede staat. Het kleurverschil is er wat uit, dus dat is super chill. En ik kon gisteren niet naar de kamer.
We zijn nog in dubio over wat we vanavond gaan doen. Ik wil naar Lux, maar daar geef ik er te veel geld uit, dus ja. Ja. Jimmy is hier. Model liggen. Dat is niet waar. Steven is een model. Als je hem wil boeken, moet je mij gewoon even bellen. Ja toch? Ja toch, Steven? Ja toch, Steven? Ja toch, Julia? Ja toch, Steven? Nee. Wat is het geworden vanavond? Ik had verteld dat we nog niet wisten wat we gingen doen, dus vertel het gewoon. Wat is geworden? Ik ga zo naar vrienden en Julia gaat zo lekker naar de Lux. Niet waar. Wat is dit? Van een inlegkastje. Dat weet ik ook wel. Wat gebeurt er als ik deze uitdoe? Wat gaat er dan allemaal uitvallen? Doe maar uit. Wauw. Jammer. Nog een beetje lippenbalsem op. Is geen lippenbalsem, dat is gewoon... Nee, dat is van dat spul tegen de jeuk voor de muggenbulten. Oh, die heb ik nog bezig. Is het nou bult of muggenbult? Je hebt hem al helemaal opgemaakt. Echt niet waar. Hij gaat niet meer verder. Ga gewoon draaien. Ik ben gewoon aan het draaien. Misschien moet je aan het onderste draaien. Nee, ik ben aan het onderste aan het draaien. Bovenste vasthouden, onderste draaien. Dat is precies hetzelfde. Huh? Is hij eruit gevallen dan of zo? Zit er nog wel iets in? Ik doe het niet meer. Ik heb het kapot gemaakt. Hij doet het. Stilo girl. Kijk, het leuke jasje. Leuke jasje. Leuke tasje. Leuke en boekje. Een slobbershirt eronder. Nee, Stefan vindt dit een slobbershirt. Ik vind hem gewoon cute. Laat even weten wat je ervan vindt. Als je het stom vindt, hoef je niks over te zeggen. Alleen is het leuk. Like en deel. Like en deel en abonneer. Wow, onderkin was like 4 lagen, all the way. Ja, Nederlands en Engels door elkaar heen praten. Fucking annoying. Weg gaan. Hey, moet je kijken? Sir. Laat zien dan. Er is niks, hè? Je wil gewoon aandacht. Ik moet nog even een plasje plegen voordat we gaan. Naar de Lux. Wauw, wankies are heftig vandaag. Dat is niet de bedoeling. Ik heb hem lekker bij de donker gedaan. Dat is ook niet het allerbeste plan van de week. Been it's a while, hold on to your chest. Met bloed, zweet en tranen. Zij ik rot hier maar op. Ik ga plassen. Zij ik rot hier maar op. Met bloed. Ik pas niet op de camera. Oh my god, we're twins. Ik pas weer niet op de camera. Jij bent echt te klein. Kom nou op de camera. Kom nou op de camera. White Day. 15 augustus 1962. Dat is niet waar. Zullen we gaan? Oké, we zitten er weer. En we hebben zometeen weer nachos. So that's great. Fuck that. Altijd die piers, hè? Ongelooflijk. Altijd die piers. Ik vind het lelijk. Ik wil dat jullie er een collage van gaan maken. Van Stefan's pieces. Pieces. Laat maar. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag.
Ik ben echt super moe. Dit is zo kut. Sorry. Ik heb gewoon mijn haar strak in de staart en dan zitten er zulke plukjes. Dus ik zie er echt fucking moe uit. Dit is mijn outfit. Hieronder zit een crop top, want ik ga vandaag met Amy's dansstudio dansen in Harderwijk. En ik heb een beetje een kater. In ieder geval ben ik gewoon heel brak. Heel moe. Ik ga zo wat water drinken. Dit ziet er toch niet uit, jongen. Oh my god. Top. Ik ga zo wat water drinken. En dan... In ieder geval, ik ga daar dus heen vandaag. En ik ben super moe. Gisteren was wel heel gezellig. Ik mocht met Stef en Haas nog even naar de kroeg gaan. En toen is hij nog even gezellig blijven pitten. En hij is nu personal training geven. En hij komt als het goed is ook even kijken bij het optreden. Kijk even mijn hoofd, jongen. Ik ben zo moe. Ik moet over een half uurtje nog voor de bussen. Ik kan niet meer. Echt, ik kan niet meer. Ik zit even te denken, want ik heb echt geen zin om... Kijk hoor. Om ergens anders op te stappen. Don't know, you don't know. You don't know anything about me. Anymore. Dinsdag 12 juni. Weer een staking van regionale OV. Het gebeurt echt nu fucking vaak. Dat is echt niet normaal. Ja, sorry, ik heb echt niks te vertellen. Ik heb echt moe. No girl can tell me about my mother. Wandelen. En ik heb hier een clipje. En nou, we gaan naar... Rook jij? Ik heb thuis geen make-up al de hele dag niet. Oh ja, trouwens. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Goedemorgen. Ik bedoel... Ja. Oké. Okay. Ik bedoel, hallo, het is vandaag zondag. Welkom in deze vlog. Ja. Alles altijd prachtige Zeewolde.
En ik moet meer schijt hebben dat ik dus moet vloggen als ik dingen doe. Ik wil het ook wel doen. Het is niet dat ik het moet. Snap je? Ja, ik wil meer praten. Er zit al wel een hele lange dag eigenlijk op vandaag. Want we zijn naar RCN geweest, dat is een camping. In Zwolle. En daarna nog even op het strand gelegen. Alleen, ik dacht even één dagje. Geen camera meenemen en dan filmen ik vanavond dus wel wat ik dus nu doe. En we hebben net gebarbecued. We hebben lekker brikjes kunnen komen, jaartjes. Gaat iemand lekker op zichzelf? Ik ga zo lekker. Rechts, links, rechts, links, rechts. Oh, kijk nou! Oh, die zijn super klein. Hij zit op slot. De flim. Wow, soepel. Soepel. Nou, ah, dat is nergens vandaag. Ik ook. Kom eens. Oh. Oh. Oké. Wauw. Nou jongens, ik zie dat de batterij leeg is. Perfect moment om de vlog af te sluiten. De weekvlog. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. En dan koekeloeren.